Hallo allemaal en welkom op de vlog van 17 februari 2017. Dus ik al een blauw duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn channel. Ja, ik zit weer al in de auto. Mijn naam is Steven de Remus en welkom weer al om een deel van mijn leven. Ik heb weer al goed nieuws. Ik ben begonnen met renderen van de filmpjes. De problemen met mijn computers zijn van de baan. Yippie-ki-yay. Dus daar ben ik ook al heel blij om. Straks na mijn vrijwilligerswerk ga ik tanken. Dat moet ook gebeuren. Maar eerst ben ik naar richting Filemon en Bouses aan het rijden. Dus naar het rusthuis. Daar ga ik weer al de afwas doen. Ik ben redelijk laat vertrokken. Omwille voor jullie allemaal. Omwille voor die vlogs in orde te krijgen. Ik heb ook vandaag de datums bekendgemaakt wanneer dat elke vlog online gaat komen. Ik sta echt 13 stuks achter, dus eigenlijk 14 van vandaag erbij geteld. Dus, en dat is redelijk veel, dus dat is bijna een halve maand dat ik echt achter sta. Dat wordt dus allemaal opgehaald. Helemaal terug opgehaald. Ik doe bepaalde dagen doe ik 4 vlogs, bepaalde dagen doe ik 3 vlogs, dacht ik. En dus ja, die vlogs zijn rustig aan allemaal online aan het komen. De datums en de uren wanneer dat de vlogs online komen, heb ik ook op Facebook gepost. Maar ja, dat hebben jullie al allemaal wel gezien als jullie deze vlog al hebben bekeken. Omdat van ja, deze vlog komt ook redelijk later dan online dan normaal gezien. Niet eens andere dag zal, maar een paar dagen iets later. Mijn excuses zijn nog eens voor. Ik ben er aan het werk, want er was terugvraag achter. Dus dan doe ik dat ook. Maar ja, kunnen jullie nu laten? Dus ja, ook al mijn, dat ga ik ook nog even zeggen, al mijn softwares zijn ook nu up-to-date op al mijn 3 PC's. Ja, sorry voor de 12e februari dat er geen vlog is gemaakt. Omwille van ja, ik zat gewoon die dag gewoon naar films te kijken. En dan vind ik dat eigenlijk geen vlog waard. Maar ja, kunnen jullie nu laten. Ik zie jullie allemaal straks terug. Zo. Mijn camera kan goed hangen. Ah, ik dacht dat daar iemand juist buiten ging komen. Dat ik begin te filmen, maar het is niet zo. Ja, en jullie hebben het goed gezien. Ik heb mijn gordel nog niet aan. Waarom niet? Dan ga ik je trek uitleggen. Nog een keer. Ja, we zien de hele auto aankomen. Voilà. Dat zit. Ik rijd nu vooruit en dan doe ik pas mijn gordel aan. Dus voor achteruit te rijden, moet je je gordel nog niet aan hebben. Ik ga nu eerst richting Waterput en de Holy Moly in Alleken voor, zeg het, help me, voor de Pokestops en misschien nog wel Pokémon's. En als de gym niet meer zo sterk is, ik hoop het, dan val ik hem ook aan en dan ga ik de gym mij mag nemen. Hier zijn ze ook aan het snoeien. Normaal mag het niet. Normaal moet ik wachten, maar iedereen doet het zeker achter mij. Ach ja. Dus ja, ik ga dus aan de Waterput en dan kijken als daar ook de gemeentehuis, gym, niet te sterk is, dan ga ik die ook nog aanvallen. Want om 2 uur heb ik wel een afspraak bij mij thuis, omdat dat op een thuis gaat afkomen, om weer eens op gesprek te kijken hoe het is gegaan, weer al de voorbije maand. Ik wil eigenlijk nog open thuis toch hebben als ik alleen woon.
dat zij dan mee gaat helpen met papierwerk. En één ding, ik moet zelf nog tanken. Dus ik heb nog stoppen bij DAS 24. Dan komen jullie maar mee, dat is sowieso op deze weg. Dus ik ga dan een één stuk nu door blijven vloggen tot we er aan bezig zijn. Ik ga zelfs wel iets zeggen. Dat is graag. Ik heb gedaan met tanken. Ik heb heel mooi rond kunnen tanken. €43 rond. Ziet het. Wat ik ook nog net ziet, dus dat is voor de gamers. Kijk hè. 1337 lead. Dingen, de euro staat op €95, staat dus op lead. Woehoe! Als gamers is dat altijd echt geweldig hè. Als je zoiets ziet, zo langs de baan. Maar ja, heel veel gamers kennen het niet meer. Ik vind het wel jammer. Dus ik ga nu richting de waterput. Snel. Ja, dat gaat het lukken. En dan mag ik mijn gsm niet uitschakelen. Dus gaan we dat wegdoen. Voilà. En ja, Marco Borsato stond op. Het is rood. De kleur van jouw liefde. En er staat iemand achter mij. Voilà. Dan gaat die bij de eerste tanken. En mijn camera kan eens weer verschoven. Dus ja, mensen, kom naar Sint-Truiden toe met de Jonotto als je super 95 hebt. Man, dan tank je een lead taal. Dat vind ik wel echt geweldig. Hier bij de Shell is dat ook zo. Oh ja, bij de Shell is het ook zo. 13.37. Ah nee. 1.337. Ja, leden. Dat moet zo zwak komen. Voilà, en mijn nauwbak zit weer goed vol. Getankt voor €43. Ja, wat hè. De kleur van jouw lippen. Dienst is 10 weg onderbroken. Station is centrum rechtdoor. Ja, ik moet toch sowieso rechtdoor, want ik moet zelfs net die kant af. Ach ja, zeg mensen, ik ga jullie laten, dus dan ga ik nog even zeggen. Maar koper, Sato luisteren, het is oud. Dan kan ik wel weer wat meezingen. En de geur. Oh, jammer dat er zo geen geurcamera's bestaan. Dan kon ik zeggen, kijk eens, ruik naar mijn handen. Ruik naar mijn handen. Ruiken naar diesel. Die ruiken echt naar diesel. En mijn handbakje is een goerol. Maar dat heeft getikt op €42,47. Dan probeerde ik het naar 50. Maar toen sprong het op 51. Oké, dan weer al even verder tanken. Tot €43 rond. Ik wil altijd, maar ook altijd probeer ik te tanken met een rond getal. Ik weet niet hoe jullie dat doen. Laat het ook zeker weten. Tank jullie ook tot het een rond getal is. Of als het tik zegt, oké, het zit vol. Dan stopt het erbij. Dan is het een bol. Maar ik doe nog altijd dat iets extra, zodat ik altijd een mooi rond getalletje heb. Ja. Allee. Tot straks, want ik ga mij nu door een klein beetje haasten ook voor naar het waterput te kunnen gaan. En naar de Holy Moly. Om daar ook misschien nieuwe Pokémons te vangen van Pokémon Go. Ja, ik speel het nog altijd, nu ook zeker de nieuwe generatie. Bij de eerste gen, ik heb ze daar nog niet allemaal en nu, vandaag hebben ze dus gen 2 uitgebracht.
Ja. Dan moet ik ook die Pokémon's nog vangen. Dus ik moet ook van Gen 1 vangen en ook van Gen 2. Ja, ja. Dat is toch allemaal wat, hè. Allee, tot straks, yo. Dan ga ik ook wel vertalen hoeveel Pokémon's dat ik heb gevangen en de welke. Van, ik ga sowieso eerlijk zijn, van generatie 1 ken ik een heel deel. Zo ben ik Onix, Jigglypuff, Pikachu, Slowpoke, Bulbasaur, Bulbasaur. En Charmeleon! Nee, Charmeleon! Nee, dat ik eens op mijn dingetjes ja, moet gaan bijvullen voor te kunnen mijn uitwisser weer halen, want ik denk dat die op is. Op, alles is op. Waar zijn de koekjes dan? Op, alles is op. Ja, ik weet het. Ik zal ze mijn Gert. Met op, alles is op. Zult er ook nog een liedje in mijn hoofd gelijk. Wij zijn bij de brandweer. Wij zijn bij de brandweer. Als er brand, dan blussen wij het vuur. Ja, dat liedje zit dus ook nog in mijn kop. En welk liedje dat ook nog altijd in mijn kop zit, is ook nog een hele oud. Tiridomba. Dat van Helmut Otter. Heb je dat nog eens in mijn hoofd? Oma's aan de top, het feest kan niet op. Want oma's aan de top, ja, die zit dus ook nog in mijn hoofd. Oh, hoe krijg je zo'n muziek uit je hoofd? Dat vraag ik me toch af. Ja, want mijn ruiten zijn wel echt vettig, dus ik moet dringend mijn ruitenstof. Bijvallen, want ik denk dat hij op is. Oei, had ik het maar beter niet gedaan. Dus ik begin minder en minder te worden. Oké, ja. Dan moet ik het speed dus snel nog bijvallen. Ik ga vragen. Of heb je nog ruiten, sproeien, wissen, dus vloeistof. Want mijn is op. Ja, ik ben nu bij mijn Boma. Ik heb lekker gegeten, dankjewel Boma daarvoor. Ik ga nu iets heel lekkers nemen. Oh, ligt er toch nog in? Ja, een lekkere corridor ga ik eten. Mm. Dat ligt hier ook altijd klaar voor mij. En dan ga ik nog subiet, ga ik misschien nog op Pokémonjacht. Morgen. Van mijn batterijsplaat. Voilà. Wist u dat? Dat ga ik dus ook eens even voorlezen. Vroeger werden de kakkebonen in Zuid-Amerika gebruikt als betaalmiddel. Een paard kostte bijvoorbeeld 10 kakkebonen. Dat is goedkoop. Wist u dat om 450 gram van onze intense chocolade te maken zijn ongeveer 400 ruwe kakkebonen nodig? Alsjeblieft. Tot straks.